Hallo, tof dat je kijkt. Dit is Noord-Scharwoude, maar veel beter bekend als Geestmerambacht. Deze route hebben wij alles gereden in een ver grijs verleden. 2018 misschien, 2019, dus ja. Hoop veranderd. Een heel hoop veranderd. Het ligt er heel goed bij, we hebben net al een rondje gedaan. Maar het is echt een prachtige route, wordt goed onderhouden, wordt hard aan gewerkt. En verdient een nieuwe video en daar zijn we vandaag voor. Yes, let's go. Let's go. Lekkere bochtje. Wat tof vind is dat je de mogelijkheid hebt om rock gardens, trappetjes te pakken. Je kan er ook gewoon langs. Heel veel leuke features op en naast de route. Maakt het heel speels en leuk om een paar keer te rijden. Goed gedaan. We moeten hier dus een Noordshore walride. Er staan een heleboel waarschuwingsbordjes om je te waarschuwen dat er een walride komt. Je kan ook een chicken run nemen eromheen. Daar zit verder niks speciaals in. Wij gaan uiteraard even hier aan. Natuurlijk. Goed, Geestmerambacht. Wij wisten al dat dit een leuke route is. Eigenlijk nog leuker geworden door alles wat ze hebben bijgebouwd. Goed onderhouden, heel veel leuke dingen erbij. Waar je gewoon lekker doorheen kan rollen. Ja. Heel veel features die je kan overslaan, maar die je ook kan meepakken. Dus dat is wel echt heel tof. En daardoor mis je de hoogtemeters eigenlijk niet, want dat heeft het hier natuurlijk niet. En wat jij vorige keer ook al zei, als Schoorl te droog is dan moet je eigenlijk hierheen. Zeker weten. Dus dat is mooi dat je dat kan afwisselen. En in de winter combineren, als het lang droog is. Nou, bedankt voor het kijken. Geef even een like, volg even Bikeguide. Als je nou fietsen wil huren, kan bij jou toch? Ja, dat kan bij mij. Voor hier. Brengen ze hierheen, Schoorl, eigenlijk overal Noord-Holland. Ja, Stefan. Oké, tot de volgende. Ciao. Ciao.